vraagt Essertje meteen. Nou, ik heb er zin in. Ja, ik heb even niet meer gestreamd. Vorige week maandag was de laatste. Het is nu vrijdag. Dus het is echt zo'n 10, 11 dagen of zo. Maar hier ben ik weer. En ik weet in de vorige stream wat ik gezegd. Ja, bij die burenbouwchallenge. Ja, volgende keer gaan we eerst weer wat anders doen. En ga ik daar weer bouwen. Want ik vind het leuk om af te wisselen. Het is nu 23 april. Ik heb nog een week. Dus we gaan toch weer bouwen. Het is me tussendoor niet meer gelukt om live te gaan. Dus dit huis moet af. Op tijd af. Ondertussen zie ik dat Björn ook er is. En Björn, jij krijgt nog wat van mij. Kan ik hem nu geven? Kan ik jouw prijs nu eindelijk 2 maanden laten geven? Björn heeft nog wat van me te goed. Ja. Ja, jij hebt... Right. Oeh. That's right. That's right. Gelijk maar weer met de deur in huis vallen. Kimp Ulhart. Dankjewel, Sharon. Oh, gelijk met de deur in huis. En er komt het meteen een schepje achteraan. That's right. Zo, subje ook voor Björn. Als die melding even aan de kant wil, dan kan ik de chat lezen. Vlaggetje. Vlag. Gewoon vlag. Lekker kort. Niet moeilijk doen. Dan gaan we vlaggetjes schrijven. That's right. Alweer 8 maanden, Kimp Ulhart. Gaat snel. 8 maanden. Oké, even kijken hoor. We hebben Sharon voor 9 maanden Twitch baby. Björn heeft een subje gekregen. Henk zit al kaas. 10 maanden. Dan doe ik het ook. Er is wel meteen een hype train gestart, jongens. Dank jullie wel daarvoor. Kleurtjes, rood, geel, groen, blauw of roze. Komt mooi uit, want hij is alweer... er zit weer flink wat ruimte. Ik heb ruimte zat. Jullie kunnen erbij. Ja, dat is overdag. Het verschil tussen roze en rood is overdag even wel wat handiger om te zien. Dan 's avonds. En IJsdonut, dankjewel voor het volgen. Welkom. Sharon, hoe heet onze Twitch baby eigenlijk? Oh, komen. Eerste keer meteen. Nog een subje erachteraan. That's right. En MXOXOM, ook dankjewel voor het volgen. Welkom. Hey Marie, welkom. Hoe is het met iedereen? Heeft iedereen... wie heeft er wat leuks meegemaakt deze week? Ik heb weer gewerkt. Na 4 maanden, jongens. Ik heb gewoon 4 maanden, iets meer dan 4 maanden thuis gezeten. En ik heb woensdag gewerkt en ik was gisteren kapot. Oh, echt. Ik werk, voor de mensen die het niet weten, ik ben pedagogisch medewerker. Normaal gesproken werk ik op de buitenschoolse opvang. Dus kinderen van 4 tot 12. En dan heb ik voornamelijk 6 tot 9 of 9 tot 12. Maar er zijn best wel veel kinderen afgemeld. Omdat veel mensen thuis werken. Dus sommige kinderen zitten gewoon niet meer op de BSO. En ik ben niet nodig. Dus nu werk ik op kinderdagverblijven. Want daar hebben ze wel tekort. Ik vind kinderdagverblijf in het algemeen al pittig. Want ik ben een introvert. En je moet gewoon 9 uur lang met een half uurtje pauze ergens tussendoor. Dan. Maar 9 uur lang moet je aan. Klom op een tafel. En dan zeiden we, nee, dat mag niet. Ga maar weer naar beneden. Dus dan klom je er weer af. En dan draai je om. En dan klom je er weer op. Dus dat je echt denkt, oh. Britt heeft haar telefoon laten vallen. Is het nog heel? Doet hij het nog? Of heb je nou zo'n lelijke barst in je scherm? Ik heb tot nu toe mazzel met mijn telefoon. Ik heb expres, ik ben namelijk ook totaal niet handig. Ik heb expres een hoesje. Die zeg maar uitsteekt bij het scherm. Dus dit is dan mijn telefoonhoesje. Maar de rand steekt er bovenop uit. Dus als hij naar beneden valt, dan vangt dit gedeelte vangt het op. Dus hij is al 10 keer gevallen. Maar ja, er zit ergens alleen maar 1 heel klein mini krasje. Maar ik denk dat het gewoon is omdat hij ergens tegenaan gekomen is. Tegenaan geschuurd. En niet per se omdat hij op de grond gedonderd is. Zo. Administratie bijgewerkt. Loopt mijn stream nou vast? Mijn stream loopt vast. Oh god, het is weer die cam. Ik denk opeens, ik wil vlaggetjes laten zien en ik zie niks meer. Ja. Die cam denkt, ja hallo. Ik genoot wel van die dagen vrij. Nu moet ik weer aan de bak. Gaan we nu de vlaggetjes laten zien. Sharon, Björn, Henk, Kaas en... That's right. Net te laat voor de trein, maar ja, hier ben ik. Kimpul, groet, Kimpul, molenbril. Dankjewel, Lionne. En jij mag nog een kleurtje kiezen. Maar hier is het vlaggetje van Go Kopen. En Lionne wil blauw. Hier is het vlaggetje van Lionne er ook nog bij. En Annette zegt, eindelijk lukt chatten. Oh. Hoi, Richelle. Nou, hier zijn alle vlaggetjes er nu in. Degene die erbij gekomen zijn. Degene die er nog, die nog lopen op dit moment. En Jordi Meijer, dankjewel voor het volgen. Welkom. Maar dankjewel voor alle subjes. Ondertussen zit Blondie met een leeg gat in haar mond. Ik heb dat ook een keer gehad. Verstandskies laten trekken. Dat is echt niet leuk. Moest je ook zo'n vieze prop in je mond? Daar werd ik eigenlijk nog misselijk van. Zo'n natte stofprop of zo. Pluisprop, weet ik veel wat.
om het dichter te houden. Wat we gaan doen zometeen is de burenbouwchallenge van Jill. Jill streamt zelf ook. Oh, check vooral Jill. Maar zij heeft dus een burenbouwchallenge waarbij... Dat is dus zeg maar Shell Challenge. Dat buiten de walvis. Oh ja. Nee, godverdomme krekel. Ik zit er toch helemaal te doen, jongen, hier. X100. Klote emotes, spaam dan maar zo. Spuitende walvis, 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 eindelijk ook een keer die spuitende walvis nu op mijn stream. Ik was even vergeten dat dit er ook weer bij zat. Ik had een SSO moeten doen. Maar oké, ja, Jill die streamt dus onder andere Mario Kart. Ook de Sims. En zij heeft dus een Shell Challenge. Waarbij ze dus twee huizen, twee onder één kaphuis heeft gebouwd. En dan de ene kant heeft ze helemaal zelf ingericht. En is de bedoeling dat je de andere kant, dat iedereen die het huis downloadt, of de kavel downloadt, dan gaat inrichten. Want die is dan nog leeg. En het is dus zeg maar de burenbouw challenge. Want je maakt dus de buren. Het ene huis die Jill dus heeft ze ingericht als of ze er zelf woont. Dus dat is dan een leuke twist. Dus we zijn letterlijk de buren van Jill aan het maken. En vorige stream is er besloten om om het huis in te richten voor een gezin met twee kinderen en een kat. En ik heb beneden de woonkamer en keuken klaar. Ik heb de voorraadkast soort van klaar en de wc. Maar dat is het dan ook. Dus we moeten nog even aan de bak. Meerte zegt, ik moet het huis ook nog afmaken. Ja, en ik zag net van Jessica in Discord dat zij ook nog aan de bak moest. Volgens mij moeten sommigen nog. Iedereen heeft zoiets van, oh, 30 april, tijd zat. En nu, dit weekend, denkt iedereen opeens, oh kak, dat is volgende week al. Wendy was het helemaal vergeten. Sharon moet even weer opscheppen. Sharon is al een tijdje klaar. Het huis. De burenbouwchallenge. En, ja, hier aan de linkerkant zie je dus hoe Jill het heeft ingericht. Met de slaapkamer, logeerkamer, inloopkast. En dan nog, even dit omlaag. Omlaag, zei ik. Ja. Hier gaat ze streamen. Heb ze nou gewoon een koelkast? Top. Wat ik dus heb gedaan de vorige keer is, ja, het beneden gedeelte. Dus we hebben een hele toffe keuken. Ik blijf het echt een hele toffe keuken vinden. Met heel veel spulletjes ook uit de keukenkit die ik heb gepakt. Dan hebben we hier een leuke woonkamer. Met hier een eethoek. Ik moet toch die muur even omhoog. Ja, zo. En de stijl waarmee ik op ben gegaan is dus... ja, de keuken heeft uiteindelijk de stijl bepaald. Dus het is wel een landelijke keuken. Maar dan wel met frisse elementen erin. Dus frisse kleurtjes. En dat heb ik ook in de woonkamer zo proberen te gebruiken. Dus landelijk, klein beetje oudbollig hier. Maar ook wel fris. Want het zijn allemaal... zachte, fijne kleurtjes. Even kijken. Annette zegt, zou ik ook doen. Waarom zou je helemaal naar beneden lopen? Ja, echt. Hè? Ik heb gewoon mijn pak drinken hier ook op de grond staan, hoor. Dus als ik wil bijschenken, hoef ik alleen maar te bukken. Koelkast voor de biertjes. Ja. En Ilse is bijna jarig. Gefeliciteerd. Ben je daar blij mee om op Koningsdagjaar te zijn? Want ik had een nicht. Nou, ik heb nog steeds een nicht, want ze is alleen nog gewoon. Klinkt zo stom. Ik had een nicht. Maar zij was voorheen jarig op Koninginnedag. En nu kan ze gewoon lekker de verjaardag vieren op de eigen verjaardag. Omdat het nu geen Koninginnedag meer is. Ik denk... Ja, wat gaan we boven doen? Dit is de grootste kamer, dus hier gaan we een master bedroom van maken. Zo. Dan moet ik er wel weer even inkomen. Landelijk is niet echt de stijl waar ik heel vaak in bouw. Dus het wordt even wennen. Om daar weer in te komen. Wat past bij landelijk? Oh. Dit zou passen. Dit zou ook nog wel kunnen. Maar dat vind ik een beetje oudbollig bed. Die niet. Oh, deze is leuk. Oh, ik wil hem neerzetten. Ik wil hem niet wegdoen. Dit past sowieso. Dit is een serieuze optie. Myrthe zegt, ik heb een moderne stijl gekozen. Met taupe-achtige kleuren. Oeh, nou, ik ben echt benieuwd wat iedereen ervan gemaakt heeft. Die wil ik niet. Die is te modern. Die wil ik ook niet. Dit is ook nog een optie.
Ja, bij de slaapkamer wil ik er wel een beetje op letten dat het ook past bij de woonkamer. Want dat is toch wel de ouders richten natuurlijk het huis in. Dank je, Marie. Fijne avond nog. Kijk, die kinderkamers en die tienerkamer, daar kan je, vooral die tienerkamer, kan je er meer een andere draai aan geven. Omdat de tiener natuurlijk een beetje mee mag bepalen met hoe die zijn kamer wil hebben. Bij kinderen is dat dan nog iets minder. Maar ja, degenen die in de master bedroom slapen, zijn ook degenen die het huis hebben ingericht. Dus dat moet wel een beetje passen. Ik denk dat ik deze weg doe. Deze doe ik ook weg. Ik doe die ook wel weg. We gaan voor deze drie. Even kijken voor leuke kleurtjes. Dat vind ik een hele goeie. Paars! Ik kom met paars. Die komt ook met paars, maar die vind ik heel donker. Ik vind deze kleuren sowieso best wel heftig. Dan zou ik eerder voor zoiets gaan, denk ik. Oké, jongens. Ik denk dat het tijd wordt voor een polletje. Hoi Maaike, welkom. Welk bed gaan we in de slaapkamer stoppen? Dus denk een beetje aan het huis wat ik net heb laten zien. Wil je het linkerbed? Dat is uit Sneeuwpret komt die. Welk bed? Wil je het middelste bed? Die komt uit Ecologisch Leven. En het rechterbed komt uit... Oh, Jaargetijden. Oeh, dat had ik niet gegokt. Dus links is Sneeuwpret. Dan hebben we het middelste bed is het Ecologische Leven. En het rechterbed is Jaargetijden. Polletje loopt voor een minuut. Dus ja, stem maar welke bed gaan we doen. Maaike zegt Twitch steeds weer moeilijk, denk ik. Haha, had geen melding gekregen dat je live was. Nou, dat is wel echt een dikke verhaal, want ik had een streamlabstoring en mijn stream viel zelfs weg. Dus je zou eigenlijk twee meldingen horen te hebben gekregen, maar je hebt er gewoon nul. Ja, de stijl was landelijk. Ik zal wel even hier de muur omlaag doen. Dan kan je een beetje de woonkamer en de keuken en zo op de achtergrond zien. Wat denk je? Nou, het past alle drie wel. Dat is het. In de keuken komt het hout weer terug. Die kussentjes en zo komen hier weer terug. Dus alle drie past. Kijk maar gewoon welke jij denkt van die. Die moet je kiezen. Stem daar maar gewoon op. En Wendy, welkom. Goeie avond. Andere Wendy zegt de middelste. Kaat zegt, vindt dat lila leuk? Ja, ja. Kijk, qua kleuren is dit de ultieme winnaar voor mij. Maar ik vind die patroontjes hier leuk. En hier heb je natuurlijk, dit is een beetje boxspringachtig. Dat is ook weer heel goed gepast. En het wordt links. Kijk, Jessica heeft ook nog eens even lekkere punten ingezet. De pulspunten. 1800 stuks, maar echt 52% gaat voor het linker sneeuwbret. Dus doei bed. We gaan voor deze. Oké. Ja, Jill heeft hem ook daar zo neergezet, hè? Want je kan hem ook wel zo neerzetten. Maar dit is niet logisch voor een master bedroom. En dit is niet logisch, want het is je enige raam. Dus ik, ja, dan moet je of zo ook gaan doen. Of zo. Ik vind dit op een of andere manier logischer dan zo. Ja, ik zet hem zo weer. Oké, dan nachtkastjes. Kijken wat we erbij gaan kiezen. Hebben we ook sneeuwpret. Dat is een heel groot geval. Dat hoef ik nou ook weer niet. Iets kleiners. Oh, kijk. Die passen er waarschijnlijk bij. Wil ik die ook, is de vraag. Ik kan bijvoorbeeld ook zeggen, nee, ik ga voor iets heel anders. Als het er maar een beetje bij past qua kleuren. En dat is dit niet. Oei. Jiska kon het niet laten. Ja, daar heb je die punten voor, toch? Als ik niet wil dat je ze niet meer inzetten, dan had ik ze uit moeten zetten. Oh, deze past erbij. Wat klein?
Wat een klein ding. Ik ben, ja, weet je, ik heb altijd gezegd van die bijzettafeltjes en zo, die zijn allemaal zo groot. Maar dan is hij opeens zo klein en dan denk je, oh ja, oké, klein. Ik kan op zich aan deze kant ook wel een side table doen. Dat is wel mogelijk. Daar hebben we op zich wel de ruimte voor. Nee, geen snowboard. Is er niet toch een andere van sneeuwpret die er een beetje leuk bij past? Natuurlijk niet. Maak ze hem alleen in het klein. IE denkt, jullie willen klein? Hier krijg je klein. Ik zou ook, zeg maar, die daar kunnen zetten. Bed iets meer zo. En dan deze zo. Maar dat vind ik toch een beetje gek. Ik vind het meer een kastje voor in de gang. Nee, gaan we niet doen. Ik heb dan toch liever zo. Even kijken. Meertje zegt, mijn bed staat tegen de buitenste wand. Ik vond de bij de binnenkant juist niet logisch. Grappig hoe dat per persoon verschilt. Ja, als ik nadenk over mijn kamer, hoe het bij mij boven is, dan is het een eerste, zit mijn deur aan die kant. Ja, eigenlijk als ik het heb, zit het zo. Maar ik heb dan hier ramen. En niet daar, want daar zitten de buren. Bij mij zitten hier niet de buren. Mijn kamer is zeg maar van deze gedeelte. En niet zo. Zo. Luister ze eindelijk een keer, is het weer niet goed. Hoi Vinky, welkom. Ja, ik twijfel over dat kastje, omdat hij zo ielig is. Maar ja, het kan wel. Ik kan natuurlijk gewoon hier nog zo'n kastje neerzetten. En dan een plant of een stoel of zo. Ik denk dat een stoel hier ook wel leuk is. Zo eentje waar je kleren dropt. Ja, ik kan het nachtkastje inderdaad ook nog aan het bed plakken. Dat het zo hoort of zo. Ja, dan is hier wel ruimte voor een stoel nu. Ik moet even wennen aan het feit dat hij zo klein is. wat voor stoelen hebben we beneden? Dat is een stoel van Paranormaal. Paranormaal had nog een stoel. Oh ja. Roze. Hier zit wel roze bij. Oh, dit is ook wel mooi. Ja, het komt niet door muren heen. Het gaat nog goed. Het gaat nog goed. Zo. Jongens, Dagmar is hier niet. Sst. Dagmar is er niet. Ik kan alles zeggen over Dagmar. Dit vind ik nog een beetje grauw. Dan heb je zo'n hele mooie, frisse, roze dekens. En dan een grauwe, grijze stoel. Ja, hij komt ook met roze. Maar ik vind dit turquoise dan weer te heftig. Het roze is trouwens ook niet helemaal een mooie match. Nee, we doen gewoon die. Kunnen we een beetje, dan kunnen we dit wel als de drie hoofdkleuren pakken. Dus dat we zeg maar een beetje zacht roze doen. Zacht geel en zacht blauw. En als we trouwens even naar beneden kijken. Zacht roze. Geel, blauw. Nou, top. Top combi. We gaan de goede kant op. En bloemetje, welkom. Welkom. Een kledingkast is ook handig. Opbergruimte. Deze wil ik... Ja, ik weet niet. Ik vind het meer een... Ik wil... Nee, die wil ik niet. Ik weet niet hoe ik moet zeggen. Ik vind het meer zo'n zolderkast of zo. Weet je, waar je je lakens bewaart. Of zo'n... Als je een hele grote badkamer hebt of zo. Ik vind het niet per se een kast die ik heel snel in de slaapkamer zou zetten. Misschien natuurlijk wel als je een beetje die stijl pakt. Waar sneeuwpret mee komt. Maar nee, ik ga hem hier niet in slapen. Ik ga niet alles van hetzelfde pakket gebruiken. Moet ik alleen bedenken wat voor kast gaan we wel doen. Ik vind het dan wel mooi om een hoge kast te doen. We kunnen ook voor een inbouwkast gaan.
Want je mocht muren plaatsen, maar deze is dan weer zo groot. We hebben ook nog deze. Dus dat kan ik ook nog doen. Nou, of die kamer kleiner maken en dan gewoon hier zo inzetten. Oh, babykamer. Daar zou die ook heel goed voor zijn, Wendy, inderdaad. Het zou rommelig kunnen ogen in een slaapkamer vanwege gaten in de kast. Nou, mijn moeder had bijvoorbeeld in haar vorige huis, ze is nu verhuisd, dus ik weet eigenlijk niet hoe het boven eruit ziet. Maar in haar vorige huis had ze zeg maar, de trap die naar de zolder ging, dat was bij haar daaronder nog een stukje, een inham van de kamer. En daar had ze dus plankjes en van die stangen om kleding op te hangen. En dan had ze zo'n vitragegordijn ervoor gedaan. Dus het was soort van open, maar ook weer niet. En Carolientje, welkom. Dit vind ik ook weer zo'n badkamerkast, dit. Die is te modern. Deze is gewoon te kaal. Ik vind dit echt zo'n studio, zo'n studentenkamerkast of zo. Hij is dan wel heel netjes. Dat is natuurlijk ook weer niet echt wat bij een studentenkamer past, maar ja. Ik vind dit wel een goede voor ondergoed en zo. Ja, en dan deze erbij. En dan wil ik eigenlijk dit doen. En dan gaat het dan kosten van het kind wat deze kamer krijgt. Zo. Muurtjes plaatsen mocht. Zo. Ja. Wendy zegt, ik heb die gecombineerd met een ladekast. Ja. Kijken of we nog een leuke kleur hebben. Ja, die kleur is allemaal weer zo fel. Hij komt wel in het roze, maar die vind ik ook weer niet passen. En de bruin is niet hetzelfde. Deze is ook weer donker. We gaan er gewoon voor wit dan. En deze. Oh, die is leuk. Nee, was blauw, hè? Niet groen. Nee, dan hou ik die ook wel wit. Maar dan moet hier wel even een leuke behangetje. Want het is nu wel heel erg wit op wit. Even kijken hoor. Die kast is erg leuk. En misschien kan je dan dat muurtje in de andere kamer met een leuk behangetje doen. Ja, ik zat eraan te denken om misschien gewoon zelfs dit te doen. Hallo, muur. Klik. Zo. Alleen een beetje gek dat het zo dichtbij is, maar ja. Ik vind het wel wat. De kast die je in een studentenhuis zou plaatsen. Dat is toch echt zo'n studio. Alsof je in zo'n studentenhuis komt. En er staat als standaard een kast en een bed. Zo ziet die kast eruit. En ook als je kijkt wat erin staat. Echt een soort schooltas. En wat t-shirtjes en zo. Ik vind het echt zo'n locker room kast. Maar ik vind dit eigenlijk wel een goede optie. En ik vind het dan mooier voor de master bedroom van de ouders dan om het dus deze combinatie te doen. Ik wil het wel even andersom zien trouwens. Wat nou als ik die hier zou zetten? Oh, dit is wel mooier, want die deur staat daar niet dicht op. Doen we het toch zo? Dan zit die deur van die kast niet zo dicht op elkaar. En hier zit meer ruimte tussen. Oh, die heb je gecombineerd met een ladekast. Toen werd die leuk. En Jill zegt, wat een leuk huis zeg. Je ziet alleen dit. Maar je bedoelt zeker de layout. Dat het zo'n toffe layout is, ja. Ik ben wel jaloers hoor. Dat iemand dat zo leuk heeft kunnen bedenken. even kijken. Al praten. Doen we een leuk prullenbakje erbij. Niet met een strikje. Blauwe stippeltjes. Zo. Oké. Okay. Chill, jij gluurder. wat voor behang gaan we doen? Wat hebben we beneden gedaan? We hebben die gedaan. En die. Zal ik eerst die even meenemen ook? Wie weet, pas ik het aan. Maar dan hebben we in ieder geval iets op de muur. Want wat ga ik hier nou weer voor behang doen? Wat een beetje past.
Ja, ik blijf deze leuk vinden. Misschien zouden we dat op zich wel hierboven kunnen doen, maar die roze is weer zo fel. Hij komt ook in blauw. Het is ongeveer wel dezelfde blauw. Ze stonden geel, vind ik te veel. Vind ik iets te heftig. Nee. Ik weet dat deze ook in blauw komt. Maar dan wel weer met een zwarte... hoe heet het? Lamisering. Dat vind ik dan weer jammer. Verf met plinten. Daar. Dat is weer ander blauw. Dat is ook weer ander blauw. Nee, deze twee muren samen is niet mooi. Ik zit even te bedenken of we dit kunnen vervangen voor iets anders. En hij komt dan met een blauwe optie. Maar die is natuurlijk weer met zwarte lambrisering. Dat wil ik dan niet. Dus ik zit even te kijken of we misschien iets kunnen vinden wat hier een beetje mooi bij aansluit. Of ik moet voor gele gaan. Volgens mij heb ik nou de buitenkant geverfd. Nee, niet gelukkig. Ik denk dat dit de beste kleur is, want dit is ook een beetje goudgelig. Ik kan ook oranje pakken, maar dat lijkt weer te veel op roze. En bij deze? Ja, nee, dat is het ook weer niet, hè? Ja, Meertje zegt leuk dat geel. Ik vind alleen... Er moet nog ergens iets gebeuren. Of deze, ik ga deze dan of doortrekken naar die, of ik ga hem hier doortrekken. Kijk, heel veel mensen vinden dat geel leuk. Misschien trek ik hem wel door naar hier. Dan. Doen we hem zo. Twee muren geel en twee muren blauw. En dan doen we hier dan de leuke gordijnen. Blondie zegt die twee kleine wandjes juist blauw. Ja, ik zit te denken, misschien kunnen we dan gordijnen met een printje doen. Ik weet bijvoorbeeld, deze hebben printjes. Maar ik denk niet dat er een printje bij zit. Maar hallo. Klik. Ja, ik wou zeggen. Nee. Wat hebben we nog meer voor leuks? Dat is allemaal met dierenprintjes. Deze. Dat is weer anders blauw, hè? Oh, deze zijn wel heel groot. Medium, kort. Plaatjes. Dit soort kan. Hier zitten blaadjes op. Hier zitten blaadjes op. Dat zou wel kunnen. Ja. Alleen, het is nog best een grote slaapkamer. Wat ga ik er voor de rest neerzetten? Jeetje. Ja, wasmand dan maar. Vind je die ook alweer? Ik zie hier wel de wasmachines. Oh, hier, wasmand. Zo. Een tv. En een kaptafel. Zou ook nog kunnen. Maar dan weet ik 1, 2, 3 niet zo snel waar. Ja, of in die hoek. Hup, aan de kant. Als we jou dan hier neerzetten. Dit vind ik zo lelijk, hè? Dan zet je hem tegen de muur aan. Die helft van de kast verdwijnt in een muur. Dat doe ik. Dat gebeurt dit echt ook niet. Zo. Doen we die daar. Dan doen we de prullenbak wel. Joep. Hier. En dan doen we één wasmand weg. En dan zetten we die ander daarnaast. Zo. En Stef heeft zin in een verkleedpartijtje. Die denkt, je bent te lang kaal. Meertje zegt, ik gebruik altijd dezelfde gordijnen. Meer uit mijn comfortzone. Ja, dat probeer ik ook wel te doen hoor. Ik heb ook vaak wel dat ik denk, oh die, hup, klaar. En Jill zegt, best grappig dat we in de slaapkamer in de Sims alles willen volbouwen.
Ja, eigenlijk wel. Als ik denk in mijn slaapkamer, het is ook niet af, dus dat is een ding. Ik kan zelf geen gaten boren, want ik weet dus niet welke schroef erin moet, welke spijker of pluggen of dat soort dingen, met welke boor je moet boren. Ook omdat ik aan twee kanten gipsmuren heb en aan twee kanten betonmuren. Maar eigenlijk in mijn slaapkamer hangen alleen rolgordijnen en één schilderijtje en voor de rest hangt er nog niks aan muren. Maar we gaan draaien. Sterre heeft een verkleepartijtje gekocht. Ik accepteer je punten. En het is de Flippergirl hoofdband. Die is leuk. Ja, Wendy zegt ik heb ook niks hangen aan de muren in mijn slaapkamer. En ondertussen de Sims alles vol proppen. Zo. Jill zegt bij ons staat er serieus een bed, een nachtkastje en mijn tv. Nou, bij mij staat er heel veel in. Want ik heb ook nog steeds dingen die ik moet uitpakken. Maar ik heb geen kast om het in te doen. Dat is een beetje het probleem. Dus ik heb nog dozen en tassen met kleding die ik nergens kwijt kan. Sterre is echt helemaal mooi. Dat is top. Aangezien het jouw beloning is. Gaan we weer verder naar de slaapkamer. Ja, ik wil daar toch wel wat aan de muur hebben. Even kijken hoor, want we hadden hier best wel abstracte kunst. Kijk, Jill. Kippetje erbij. fotootjes. Borduurseldingetjes. Dus eigenlijk iets wat daarbij past. Wat zou daarbij passen? Het zijn allemaal met dieren. Ja, dit is abstract. Dit komt ook in andere kleuren. Dit is met groen, dit is grijs, dit is rood. Oeh, die vind ik tof. Oeh, klik. Het is alleen jammer dat die frame dan weer zwart is. Maar ja, dan stoppen we wel hier en daar wat zwarte accessoires in het huis. Maar ik vind die tof. En misschien is het dan leuk om in plaats van lampjes hier te doen, om dan lampjes hier aan de muur. Want ik doe eigenlijk bijna nooit muurlampjes. Ik heb zelf natuurlijk ook geen muurlampjes, dus daar denk je niet aan. Ja. Oh, die is groot. Nee, die wil ik niet. Ook wel zo groot. Gewoon iets kleins, iets. Slaapkamerachtigs. Die dan. Zo. Niemand met een kledingstoel? Ja, ik heb ook inderdaad twee kledingstoelen. Maar op één van de stoelen staat dus tassen met spullen. Wendy zegt ja twee, want de stoel van een kaptafel dump ik ook kleding op. Ja, de kaptafel inderdaad. Die kunnen we mooi hier doen. We hebben kaptafels in spel. Waar valt dat onder? Niet hieronder. Oppervlakte. En dan divers. Gok ik. Ja. Dan hebben we dus deze. En we hebben er nog één. Deze. Die is te modern. We gaan voor die linker. Dat waren ze, die twee. Ja. Dan vind ik het denk ik leuker om die dan zo neer te zetten. Anders zit alles daar. Zo. Mooie stoel erbij. Doei Jiska! Succes jij ook hè, met het afmaken van de challenge. Ilse zegt, ik offer mijn bureaustoel erbij op. Ja, daar zit ik nu op. En die andere die staat trouwens nog daar, maar die moet naar de logeerkamer. Dat doe ik ook nooit. Oké, kaptafel. We gaan er eventjes wat spulletjes opzetten. Wij hebben tissues. Laten we die dan... Oeh, ja, geel, 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 geel,
groter. Lichaamsverzorging. Ja, ik moet ook wat dingen bewaren voor de badkamer. Dus ik ga me echt even focussen op de beauty dingen. En niet de verzorgingsdingen. Want anders hebben we straks in de badkamer dat we denken... Wat ga ik daar nog neerzetten? Wat is dit? Theeblikken. Maar je ziet niet per se dat het theeblikken zijn. Er zou van alles in kunnen zitten. Hier, nu lijkt het net alsof het een of andere... natuurlijke dagcremetjes zijn of zo. Zonnebrand is heel... Ja, maar zonnebrand bewaar je toch niet op een kaptafel? Een kaptafel is meer voor make-up, denk ik dan. Zalfjes en olietjes. Hoppatee. Dit vind ik meer dan een badkamerding. Make-up schaal. Hebben we. Ik weet ook nog dat je nagellakjes hebt. Die parfum. Ik weet niet of we alles neer gaan zetten. Maar we zetten even de leuke opties die we tegenkomen. Kijk hier. Nou, oh, hallo. En dan heb ik nog meer parfum. Ja, dan vind ik die leuker. Dus die doen we al weg. Wat is dit? Eeuw, de toilet. Dan doen we die. Annette zegt, waarom zou ik helemaal naar de badkamer gaan voor alleen een beetje zonnebrand? Grappig hoe iedereen zijn kaptafel weer anders inricht. Oké, ik doe... Even kijken hoor, want hier zit ook nagellak in en make-up en zo. We doen die dan wel weg. En we doen die wel weg. En de rest gaan we neerzetten. Hallo. Zo. Lekker de dorst doorheen. Perfect. Staat het nu een beetje goed? Er moet iets. Oeh, hallo. Zo, wat heeft... Ik ben echt... Mijn muisskills zijn vandaag niet helemaal lekker bezig. Met een random draaien en zo. Oké. Okay. Die erop. Die moet dan wel eentje kleiner. Want kan die daarachter. Zo. Nou zijn ze nog kleiner, maar dat maakt niet uit. Die erop. Hier ergens. Hoe moet ik? Oh, jeetje, Mina Muis. Nee. Hier. Ja. En dan zet... Oeh, hallo. Die daar neer. Kijk. Kan er lekker gemake-upt worden. Oh, bij Wendy staat de zonnebrand gewoon in de woonkamer in een kast. Bloemetje zegt, ligt het aan mij of is mijn kaptafel niet zo netjes? En welkom Menno. Ik heb dus nog niet eens een kaptafel. Ik heb één zo'n plankje zoals dit. Gewoon hier op mijn bureau liggen. En dan heb ik een plastic beker met al mijn kwastjes en zo. Ik doe gewoon mijn make-up hier aan mijn bureau. Want dan heb ik ook meteen mijn stream open. Dan kan ik zien niet alleen hoe de make-up in de spiegel op mijn gezicht is. Maar ook hoe de make-up op camera is. En ik zie een subje binnenkomen. Maar er gaat iets mis. Waarom speelt hij hem Jan? Dus lief voor Kitty. Ze komt niet binnen, Kitty. Of ik heb deze niet om. Ik heb deze misschien niet ingesteld. Omdat het is een Prime Gaming subje die je nu naar een gewoon subje hebt omgezet. Ik weet niet of ik dat ooit heb ingesteld. Dan doen we gewoon even een test. Speciaal voor Kitty. Deze is dan voor Kitty. That's right, that's right. That's right. Oh, Costa. This is A-test. Vlaggetje voor Kitty. Uitroeptekenvlag in de chat. Laat me weten welke kleur je wil. Kom je er nog achter, hè? Na een jaar streamen, dat je toch nog een alert mist. En Kitty wil groen. Groen. Lingo. 9 maanden ook een Twitch baby. Hoe heet onze Twitch baby? Hier komt het vlaggetje van Kitty. Oh, je andere zat er nog in. Vorige keer had je roze. Nu heb je groen. Ja, leuk toch? Voor kleurtjes wisselen. Maar ja, daar achterin zit je erbij. Als enige groene trouwens. Je bent uniek vandaag. Oh, mijn Twitch-melding in Discord is nu binnen. Serieus? Ja hoor, 21:39.
ben ik live op Twitch. En ik heb een everyone ingesteld, die doet het dus niet. Dus het is een lekkere noepdag vandaag met alles wat het niet doet. Ja, ik mis ook paars. Maar deze vlaggetjes hebben geen paarse kleur. Echt, action. Haal je vlaggetjes terug in het assortiment. Kijk eens wat ze zeggen in de chat. Ze missen paars. We willen de action vlaggetjes weer. Die waren ook groter. De stokjes waren langer. Het papiertje was groter. Was veel fijner. Gaan we weer verder met het huis. Wij willen paars action. Ja, maar ik heb nu niet van de action. De action heb ze uit het assortiment. Een televisie wilden we plaatsen. Dat is trouwens nieuw. Er is dus een patch update geweest. That's right. Epica! Kom nergens aan toe. Dankjewel, Epica. Ja, jij mag ook een kleurtje kiezen. Gaan we weer terug hierheen. Welke kleur wil Epica? Maar wat ik trouwens wou zeggen. Er is laatst in de patch update is er nu aangepast. Dat als je dus een televisie aan je muur hangt tegenover je bed. Voorheen konden ze alleen dan zitten. En televisie kijken. Nu kunnen ze ook zeg maar chillen in bed en dan televisie kijken. Dus dat is heel tof. Nog een groene. Kitty, je bent niet meer uniek. En leuk dat je er was, Annette. Sterkte. En tot snel, hopelijk. Oh, nu ben je niet meer uniek. Maar je bent wel de Vlaamse groen. Epica is Nederlands, toch? Het vlaggetje van Epica met zijn hele lange naam, maar het past erop. Dankjewel voor je subje. Vlaggetje staat erbij. Oké. Gaan we nu een televisie ophangen? Elektronica. Gaan we voor groot? Oh, dit kan wel, ja. Of gaan we voor subtiel klein? Nee, we gaan gewoon voor groot. Wacht, hoe klein is deze als ik hem klein heb? Oh ja, dit is beter. Nee! Godzakken, die lampjes. Hebben we er nog één? Oh, dit is wel heel erg professioneel, hè? Met die geluidsbalken erlangs. Nee, we gaan wel voor die dan. Groot natuurlijk, zegt Blondie. Ja, ik wilde dus zeggen over die patch update dat voorheen, zeg maar, als je dus je sim televisie wilde laten kijken, dan moest je zeg maar of een bank of een stoel ervoor hebben of ze gingen er gewoon voor staan of op de grond zitten. En als ze dan nu, zeg maar, als ze voorheen televisie gingen kijken in zo'n kamer, dan gingen ze gewoon hier zitten en dan kijken of dan gingen ze op die stoel zitten en kijken. Maar ze kunnen dus nu ook, zeg maar, loungen in het bed en dan kijken. Dat is nieuw. Ik heb het alleen nog niet gezien in gameplay. Maar ik heb dus begrepen dat dat er dus nieuw in zit. Dus dat vind ik wel heel tof. Even kijken. Decoraties. Handdoeken. Dit is een beetje mosterdgeel. Dat vind ik ook weer niet een hele gezellige kleur. Oké, nou doen we een keertje paars weer. Er moet toch wel een beetje Kim in zitten, hè, in dit huis. Is ook handig als je studentenkamer maakt. Hoef je niet per se meer een bank te hebben. Ja. En Sharon zegt, ligt het aan mij of ligt er nog geen vloer? Nee, er is nog geen vloer. Ik moet nog even bedenken of ik per kamer een vloer doe. Of dat ik een algemene vloer doe. We kunnen wel even die van beneden meenemen. Ik kan even bedenken, doen we de badkamer voor of achter? Dat is allebei even groot. We doen hem wel achter. Dus dichter bij de hoofdslaapkamer. Ja, tante heeft wel geld nodig. Op zich, die vloer past er wel goed bij. Ik heb ook overal precies hetzelfde laminaat. Zowel beneden als boven. Maar op zich, we komen al aardig ver met deze kamer. Wat zou er nog meer in kunnen? We hebben nachtkastjes, we hebben een bed, we hebben een stoel waar je kleding op kan dumpen. We hebben een wasmand en nog een ladekastje hier. Kaptafel. Hier nog een kledingkast. Prullenbakje. Sowieso wil ik nog even iets voor op die nachtkastjes hebben. Maar ik zit ook met dit en met dit. Of we daar nog... ik wou zeggen een spiegel, maar er staat al een spiegel. Ja, een staande spiegel. Oh ja. Spiegel. Die arme mensen moeten leven met geen wat? Oh, geen vloer. Oh, gefeliciteerd nog, Epica. Ja, we gaan een spiegel doen. Zo'n lange. Match deze een beetje.
past op zich gewoon met de kleur van pet. Zo. En dan wil ik deze toch ietsje meer naar links dan. Kan die ietsje meer naar links. Ik denk dat we hier ook een beetje iets meer naar de hoek moeten. Kijk hoor, ik zie het al voor me dat Kim bij een vloerenwinkel werkt en eerst alle meubels neerzet en er een vloer in legt. Nou, ik heb dus wel geleerd om dat te doen. That's right. Carolientje, dankjewel. 6 maanden. Ja, laat maar een kleurtje weten. Welke kleur wil jij? Maar wat ik dus wou zeggen is dat normaal gesproken deed ik altijd als ik een kamer ging inrichten. Vloeren en de muren en dan pas inrichten. Maar dan zit je soms dat je daardoor met de keuze voor de vloer die je neemt en de muren die je kiest. Dat je vaak al een bepaalde stijl wordt ingeduwd of een bepaalde kleurenpalet wordt ingeduwd. En nu doe ik het dus andersom. Dus nu ga ik kijken naar welke meubels en welke kleuren wil ik hebben. En dan ga ik daar vervolgens een vloer en een muur bij kiezen. En dat heb ik een beetje ontdekt omdat ik dat andere streamers dus zag doen. Dus dat vond ik toch wel, ja. Nou, zie je, nou heb je gewoon een mooie eenheid met toch de spullen die je wil. Een klok. Kan ook nog wel hier. Wel een oudbollige klok. Dan hebben we toch nog iets oudbolligs in het huis. Even kijken hoor. Meertje zegt, ik heb woningstoffeer op school. Ik weet dus waar ik op moet letten als je een vloer plaatst. Vertel, heb je nog geheimtjes voor ons? Kan je ons nog inlichten? En Carolientje wil roze. Precies 1 in. Wendy zegt, ik wil absoluut geen klok in mijn slaapkamer. Ja, dan hoor je dat tikken natuurlijk, hè? Oké, hier komt het vlaggetje van Carolientje. Hij is roze. Hij lijkt nou een beetje zalm of zo, maar hij is roze. Je ziet het verschil nu wel tussen de rode. Dan zie je wel dat hij roze is. Wat ook wel mee. Dat vind ik dan wel weer jammer aan de avondstreams. Dat je de kleurtjes, verschil in de kleurtjes van de roze en de rode vlaggetjes niet zo goed kunt zien. En welkom Maaike. Meertje zegt een banenplan maken. De vloer moet 90 graden haaks op de muur waarin het raam is geplaatst. Oké. Dat heb ik dus niet gedaan. Kijk, daar is mijn raam. En hier loopt mijn vloer. Niet schuin. Foei, Kim. Maar ja, alsjeblieft, Carolientje. En jij bedankt voor je subje. Ik had nog een idee. Want ze hadden die leuke hangplant ook beneden. Die. Even kijken, eentje verkleinen. Zo. Misschien dan hier. Kijk, roze. Komt het roze daar weer een beetje terug. Oh, je kan het wel zien. Verschillende kleuren. Oké, top. De naad van de vloer en de richting van het raam moet 90 graden zijn. Ja, dat heb ik dus niet. En Epica heeft zin in een verkleedpartijtje. We gaan draaien aan het rad. Ja, ik heb het wel zeg maar dus zo. Zodat je kamer meer zo. Omdat als ik op de bank zit, dan zit ik ook zeg maar die richting op. Naar de tv. Dus ik heb hem wel zo gedaan dat hij groter is. Oh, de Flapper Girl hoofdband. Een van de weinige verkleedpartijtje dingen waarvan ik het niet erg vind dat ik hem op moet zetten. Want hij zit wel prima. Hij staat leuk. Helemaal als het enige is. Maar hij gaat af. Geen Flapper Girl hoofdband meer. Zo, zien jullie me weer zoals ik ben? Oké. Gaan wij hier een kleed in dit kamertje doen. Die is trouwens ook wel top voor hier. Hoppatee, roze erbij. Komt het daar ook weer een beetje terug. Ik zit al even te denken voor een kleed. Zo mooi om het bed heen. Laat ik niet moeilijk gaan doen. En gewoon zeggen roze, geel, blauw. Wat krijgen we daaruit? Ik vind deze van ouderschap zulke leuke patronen hebben. Maar het zijn alleen maar smalle stukjes. Ik ga eerst een kleed zoeken, want nu zit ik er nog middenin.
jeetje, Mina, dat is wel een huge, huge geval. Nee, die wil ik niet. Ja, ik twijfel hoor over een kleed. Als ik een beetje kijk naar wat de opties zijn. Nee. Terug. Weg. Weg. Een kleed maakt het wel af, ja. Ik heb wel een tv op mijn slaapkamer, maar hij is niet aangesloten. Wel een beetje lastig. Als we de groene nog even bij... gaan we even draaien aan het rad voor Bartel. Jouw vloer ligt hetzelfde als in de Sims. Ja. Ja, dat wel, ja. Tu en het wordt de superstrik. Hoe? Ik wilde mijn camera een beetje aanpassen, maar mijn scherp zakt omlaag. Dat was ook weer niet de bedoeling. Staat je prachtig. Dankjewel. Knappe Kim. Ik ben wel blij met dit soort momenten. Dat zeg maar hier achter deze webcam een muur zit. Dus dat als mensen langs zouden lopen. Het is, Luxeflex is dicht. Maar stel Luxeflex zou open zijn. Niemand ziet me zitten zo. Simoleons? Ik heb geen simoleons. Maar uitroepteken ticket bloemetje. Heet hier tickets. Ik heb terug iets op, ja. Oké, we gaan even kijken voor een kleed met iets met groen er nu bij. Wat op zich wel kan, omdat we ook wat plantjes hebben. En het kunst zit hier ook wat groen in. Misschien dat we nu wel iets vinden wat leuk is. Ja, dat is gewoon te grauw en te donker. Wat heb ik beneden? Heb ik toch die? Ja, die heb ik ook beneden. Nee, dan gaan we die niet doen. Niet hetzelfde als boven. Ja, ik filter ook een kleur. Kijk, ik heb hier de kleurtjes. Maar ik ga niet alleen groen neerzetten, want ik hou roze, geel en blauw erbij. Omdat dan misschien ook kleuren of kleding... Kleden komen die dus zowel groen als roze bijvoorbeeld erin hebben zitten. Oh, die doet het niet voor bloemetje. Dan doe ik het zelf wel even zo. Ja. Als je trouwens meer uitleg wil hebben over mijn tickets, er staat een uitleg in de panelen. Dus als je op Twitch op de computer kijkt, scroll dan even naar beneden. En als je een super uitgebreide uitleg wil hebben, die vind je in mijn Discord. Ik twijfel over deze. Oh, wacht. Deze misschien. Heeft wat weg van die van beneden, maar is niet hetzelfde als die van beneden. Hij ligt alleen niet helemaal goed vergeleken met de kastjes. Zo. Zou die nou een klein beetje nog verder naar binnen? Ja, topkleed dit. Verkleedpartijtje 70. Op dit moment. Ik zeg even op dit moment, want tegen de tijd dat deze stream op YouTube komt... zijn we weer 6 maanden verder. En dan is hij misschien duurder. Want de prijs is altijd afhankelijk van hoe vaak het wordt gekocht. Kijk, als het, nu gaat het zeg maar prima. Maar in de loop van de tijd, als er meer volgers bij komen en meer mensen tickets kunnen sparen. Dan ga ik natuurlijk de prijzen iets omhoog gooien. Het is natuurlijk wel een leuk extraatje voor de stream. Ik moet niet de hele stream overnemen. Ik zoek nog wel... Oh ja, even kleurtjes weg. Hup. Zo, dan zijn de kleurtjes weg. Niet per se bloemetje. Ik zou zeggen, lees even de beschrijving in mijn panelen. Of lees even het kanaal tickets in mijn Discord server. Want er is nog een manier om vaker tickets te kunnen krijgen. En die verschijnen op je beeldscherm. Oh, dat is wel heel erg naast, Kim. Kom op, zeg. Ja, beter. Jill zegt, dat vind ik nou flauw. Sorry. Wat gaan we hier doen? Een tablet vind ik wel goeie. Dat doe ik eigenlijk ook heel vaak, maar dat maakt me niet uit. Echt zo'n cliché ding. Zo van, even voor het slapen. Oh, nog even op de tablet kijken.
Geen alarmen, maar hebben we hier nog iets waarvan ik denk, oh, dat kunnen we wel daar neerleggen. Ik mis dan echt telefoons, weet je. Je had in The Sims 2 en in The Sims 3 misschien ook wel, zeg maar, telefoons op tafels, voor op de, aan de muur. Mobieltjes moest je in The Sims 2 zelfs kopen, weet ik. Je sim had niet standaard een mobiele telefoon. En wekkers inderdaad ook. Dat zijn van die dingetjes die je normaal gesproken op die tafel legt. En nu zit ik zo van, ja, wat ga ik er nou nog bij zetten? Toch maar even bij de troep of zo kijken. Dat klinkt altijd zo stom. Om dan troepen of boeken misschien. Dat is ook wel iets wat je dan hebt liggen natuurlijk. Kijk, wel lekker een boekje lezen. Ja, dan nog een plant en dan. Even kijken, is elke keer als je abonneert dat je 50 tickets krijgt, of is dat alleen die eerste? Nee, is elke keer. Oh, die schaduw doet raar. Zie dat hier. Nou, ik vind hem alsnog wel mooi. Ik leer hem gewoon. Ik denk dat zo langzamerhand de slaapkamer wel klaar is. Ik wil denk ik alleen daar nog wat ophangen. Want ik vind het daar ook wel een beetje kaal. Misschien met muurdecoraties. Badjassen zou een goed idee kunnen zijn. Kan natuurlijk ook in de badkamer, maar kan ook in de slaapkamer. Of dat kapstokdingetje met die hoed en dat jasje. Deze. Ja. Toppie. Weer de kamer klaar. Oh nee, lamp weg. Nog even een mooie lamp aan het plafond. Zo. Die er gewoon lekker bij. Eentje kleiner dan. Zo. En hier moet nog een lampje, want het is hier ook nog wel donker. Doen we die ook weer hier. Nou, ik vind het een toffe kamer geworden. Ik zou hem zelf ook wel willen hebben eigenlijk. Terwijl, ik heb juist nu expres een huis met hier en daar toch wel wat landelijke elementen. Het is niet zo modern als wat ik normaal doe. Als ze zo kijken, zeg maar. Ik kan heel makkelijk bouwen met jungle-avonturen-stijl. En ik kan heel makkelijk bouwen met modern. En dit. Ik moet ook wel zeggen, het is ook weer niet al te landelijk. Maar wel richting de hoek van landelijk op. En dat vind ik toch wel een lastige stijl. Want helemaal landelijk is natuurlijk ook heel makkelijk om te maken. Niet dat ik het mooi vind, maar wel heel makkelijk om te maken. Oké, slaapkamertje klaar. Dan doen we hier, in deze huge kamer, de badkamer. En dan ben ik altijd zo lekker lui, die dan zegt... Oh, dan moet ik wel tegels gaan bedenken. Ik ga geen laminaat boven doen. We pakken hem nog wel even nu. Maar ik ben dan zo iemand die dan boven hetzelfde doet als beneden. Die moeten we hebben... Die moeten we hebben. Yo. Zet hem neer. Dank u. Klik, klik, klik. En hij denkt, doei. Die moeten we hebben. En... handdoekje. En uiteraard de wc. En dan heb ik alles... Oh ja, en de wc-papier. Dan heb ik alle belangrijke dingen mee gejat. Het wil niet zeggen dat het bij iedereen zo is. Hallo? Wc-poef. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat bij iedereen zo is dat je badkamer en wc identiek aan elkaar zijn. Maar ik doe dat wel vaak met bouwen. Oké. We doen de... Ja, we hebben een heel grote ruimte, hè. Dus we hoeven niet alles met je te doen. Je komt gewoon lekker hier. Zo. Dan hebben we een...
is het weer zo'n dag? Waar is mijn kast heen? Daar. Daarheen jij. Daarheen. Niet weer gek doen. Daar heb ik geen zin in. Blondie gaat er vandoor. Ja. Leuk dat je er was, Blondie. En inderdaad, er komen ook streams op YouTube. Dus daar kan je ze ook nog kijken. Ik loop wel achter een halfjaartje. Maar ik ben bezig met een inhaalslag. Waar waren die bloemetjes altijd al zo? Ja, oké. Okay. Die bloemetjes zaten al op. Oké. Okay. Doen we nu wel een handdoekje wat leuk bij die bloemetjes past zo. Volgens mij is de computer nog in de vakantiemodus. Ja. Ik heb ook geen wc boven. Ik vind het echt jammer. Ik weet nog toen ik ging zoeken. Want ik woon hier natuurlijk 1,5 jaar. Maar ik heb 1 jaar lang gezocht voordat ik uiteindelijk dit huis kreeg. Maar toen ik dus ging bezichtigen. Ik heb 2 huizen hiervoor bezichtigd. Heel grappig. 1 huis is dus letterlijk 1 straat hierachter. Die ik bezichtigd heb. En ander huis was ergens anders. Ongeveer 10 minuten hier vandaan. En die wilde ik, maar ik stond niet hoog genoeg op de lijst. Dus dat was jammer. Die was ook iets groter. Dat was wel leuk geweest als ik die dan had gekregen. Maar die had wel een wc boven. En ook een grotere badkamer. En ik heb nu een badkamer van 2x2. Zonder wc. Dat vind ik wel jammer. Oké, en dan doen we hier een bad. Ik denk niet dat ik een douche doe. Ik denk dat ik gewoon echt alleen een bad doe. Vind ik wat meer bij het landelijke thema passen. Zo, ik zit naar het menu te kijken. Ik denk ik wil een bad, maar onder welke categorie staat die? Kon er gewoon niet meer opkomen. Hier, kijk, dit is heel erg landelijk. Ik vind dit alleen lelijk. Want dan zou je die bijvoorbeeld wel eerder zo neerzetten. Eigenlijk eentje die je mooi hier in het midden kan neerzetten. Dit is een optie. Even kijken, tot nu toe heb ik er wel iets moois van gemaakt. Niet te weinig objecten, maar ook niet te veel. Want in een huis met veel te veel details en meubels vind ik het persoonlijk niet speelbaar. Nou, dankjewel voor het compliment, Bartel. Ja, ik probeer er wel op te letten inderdaad, om het leefbaar te maken. Kijk, in dit huis leeft. Want er staan spulletjes hier. En er staan hier spulletjes en zo. En dat heb ik met de keuken ook. Maar ik let er inderdaad wel op dat dit blad inderdaad vrij is. Zodat diegene kan... Waar is mijn gasfornuis? Ik heb mijn Move Objects code aangezet. Ik mis dingen. Wat is dit? Godzakkemina. Nee, deze stond niet hier. Hier stond een hoekje. Klik. 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 Nou, ik klik. Hoor mij klikken. Hoor het spel gewoon zeggen nee. Ja, daar wel. Oké, gaan we die nu daar neerzetten. Wat? En mijn waspak is weg. Oké. Het spookt. Waarom spookt het altijd in huizen die ik bouw? Waar is de aanrecht op de hoek verdwenen? Durf je deze nog te toeren, Jill? Klik. Dank u. Blijf. Opslaan. Hij staat daar, hij staat daar, hij staat daar. Hij staat er nog steeds. Oké. Okay. Staat de rest van het huis er nog? Het komt door de kabouter. Nou, er staat al een kabouter hier. Die heeft Bianca neergezet. Met kabouterpret als een beloning. Wat ben jij aan het doen, meneertje? Wat ben jij aan het doen? Oh, slaap lekker, Wendy.
Maar voor de rest lijkt de keuken nu intact. Ik ben wel blij dat alle dingetjes die ik erop had gezet zijn blijven staan, in ieder geval. Maar ik zet gewoon de Move Objects code nog een keer aan. Dit is raar. Hij stond al aan, maar ja. Even voor de zekerheid gewoon nog een keer. Oké, is jouw keuken nog compleet? Ja, jouw keuken is nog compleet. Wat een verschil, hè? Super modern en dan heel erg landelijk. Dat is wel grappig. Om het verschil zo te zien. Oké. Ik was bezig met een badkamer. terwijl ik hier heel leuk dat bad uitgebreid zit neer te zetten, bedenk ik me dat er ook ergens nog een kast moet komen. Misschien dat bad toch in de hoek. En dan noemen we hier een kast. Want ik vind het denk ik logischer om hier de bad te hebben dan terwijl de deur net open gaat. En hier kan je dan wel lekker naar buiten kijken. Niet opbergruimte. Of jawel, dan pak ik die ene kast. Deze. Dat vind ik nou echt zo'n... Hij is wel groot. Jeetje. Als ik die daar neerzet. Nee, ik vind hem te groot. Weg. Ik heb een andere kast nodig. Deze. Dit vond ik ook zo'n badkamerkast, zei ik nog. Nee, dit is dan weer niet mooi. Of we doen toch de wc daar. En dan doen we de wc-papier daar. En dan doen we... daar. Ik twijfel over de indeling. Als ik die nou daar neerzet... Nee, dat vind ik ook niks. Doei, Bruinana. Leuk dat je er was. Iedereen die gaat slapen, slaap lekker. Ik doe hem toch daar. Yo. Kom eens naar beneden. Zo. Die een beetje. Zo. Iets meer erin. Komt hij er doorheen? Nee, top. Oké. We zijn een stap verder. Wasmand. Ook Meerte gaat er vandoor. Doei, Meerte. Oh, ja. Laat hem maar even opslaan. Is maar aardig beneden er nog? Nee, tuurlijk niet. Weet je, dat die ga ik gewoon helemaal op het einde. Ik ga nou niet 50 keer dat aanrecht neerzetten. Gewoon helemaal op het einde. Voordat ik hem op de galerij ga zetten, gaan we dat aanrecht doen. Oké, nou moet ik toch gaan kijken naar tegels. Want ik wil wel tegels in de badkamer. Maar dit vind ik dus zo'n dingetje. Dit kan nog wel. Hij komt ook in dit. Sharon gaat er ook vandoor. En Floor komt binnen. Welkom, Floor. Dit is net niet, hè, deze kleur. Ja, dan maar gewoon grijs. Dan maar gewoon grijs. Oké. Decoratie. Zo. Even kijken. Eepke heeft er een wijntje bij gepakt. En Floor zegt, hoe gaat het hier? Nou, het huis spookt. Maar voor de rest prima hoor. Mijn aanrecht gaat er elke keer vandoor. Ik had die kleur ook al laten. Dus wacht, we kunnen ook dingen hier neerzetten. Laten we dan een roze doen. Een beetje rozepaarsig. En oeh, kijk, een padmand ding. Die kan mooi daarop. Wat hebben we nog meer hier?
lichaamsverzorgingsproducten. Zeep. Die wil ik dan een andere kleur. Zo. Van Jill, uitroepteken buren. Het was buren, toch? Ik ben het alweer vergeten. Ja, uitroepteken buren. In de chat. Ja, deze handdoekjes doe ik niet. Oh, handdoeken! Ach, zo dom. Vergeet gewoon van die handdoekrekken. Scroll ik er nou voorbij? Of staan die onder diverse? Dit is allemaal muurdecoratie. Maar op een of andere manier denken ze... Nope, we stoppen dit lekker onder diverse. We doen er hier twee van. Dan gaat de wc toch nog een stukje naar links. En laten we blauw en... doen. Zo. Kijk, dit soort handdoekenrekken. Die kan ik pakken. Oeh, ja. Die kan hier. Mag het pad wel nog een stukje toch mee naar achter? Nee, ik hou de hoofdzwartje wel. Dat is een prima kleur. Prima kleurtje. We doen eentje weg. Ik hou deze. Want dan hangen we hier een medicijnkastje op. Zo. Top. De badkamer wordt al beter. Dit is ook een leuk kastje, maar ik heb daar al een ander kastje. Plus, ik gebruik die al zo vaak, dus het is misschien goed om een keertje nu niet voor die te gaan. Even een keertje wat anders. Ik zit alleen nog even te kijken welke handdoeken ik aan de muur wil hebben. Deze vind ik te tuttig, te klassiek. Even kijken, waar hebben die? En we hebben die. Welke kleurtjes komen jullie? Wat soort kleurtjes? Oh, we doen die wel. In elkaar. Zakken. Zit die nu goed? Ja, ik denk wel. Tot 30 april. Maar er staat in de command staat ook van, de shell vind je op haar galerij. En daar is natuurlijk een beschrijving bij. Dus dan kan je hem even opzoeken op de galerij. Beschrijving lezen. Mocht je nog meer vragen hebben. Zo. Wat een ruimte heb je hier nog in het midden. Maar ja, je gaat niet zoveel in het midden neerzetten. Wat heeft Jill gedaan met de badkamer? Oh, die staat aan deze kant. Oh, je hebt een hele douchehok gebouwd. Ja, jij bent natuurlijk meer voor de moderne hoek gegaan. Die kant moest ik op. Hier is mijn badkamer. Deze komt hier ook nog in een hogere variant trouwens. Kijk hoor, de betoverende... Nee, die niet. Hè? Dat was die. Ik zat te denken aan die... Nee, dat doen we niet. We laten het wel gewoon helemaal zo. Een kleed! Ja, oh ja, badkleed. Dat ging ik doen. Dan kan ik nu wel zo'n leuke pakken van ouderschap. Waar staat die? Weer een verkleedpartijtje. Oké, komt-ie. Kaat wil ook mij versieren.
En het wordt de Nederlandse bril. Oeh, daar is hij dan hoor. Een bril op mijn hoofd. Ik dacht dat ik gespaard ging worden vandaag, maar dus niet. Epica zegt, gaat hier niet? Een kleed is gelijk nat. Ja, ik heb dan wel een badkamer, zo'n badmat in mijn badkamer. Maar ik heb dan zeg maar, bij mijn douchetegels is het een klein beetje gezakt. Dan heb je niet meteen water in je complete badkamer. Meteen in de Koningsdag vibes. Nou, ja, ik ben die dag wel vrij. En als dit huis niet afkomt, misschien dat ik dan weer verder ga. Mooi. Oké, gaan we weer verder. Oh jeetje, nou zie ik meteen ook die kleuren anders. Want dit glas is lichtelijk blauw getint. Wat was ik aan het doen? Oh ja, een badmat. Die van ouderschap. Waar staat die? Want het is niet die. Of was het jaargetijden? Oh, het was jaargetijden. Nee. Ja, kan ook. Maar ik zat te denken aan een andere. Oh. Ik wil hem draaien. Want ik zat te denken, misschien is het ook wel iets voor hier. Nee. Maar eentje kleiner is inderdaad wel een optie. Zo. Top. En om het af te maken, stoppen er nog wel een leuke plant in. Echt, hè? Hoe richt een simmerende huisje in? Hoppatee. Ik was laatst een stream aan het kijken van iemand die nog niet zo lang Sims speelde. Volgens mij was echt, echt nieuw, zeg maar. Die stek past er ook helemaal bij, echt, hè? Maar diegene was best wel nieuw met de Sims. En die ging ook overal plantjes neerzetten. Ik zeg, nou, je bent al een echte simmer. Oké, grappig. Die heb ik beneden al? In de keuken? Nee, dan vind ik dat wel een mooi... Dit is de... Hier. Een mooie voor hier. Kunstwerkje van een kind. Kijk, dit kast zelf. Hallo. Zo. Nou, gaan we de hele tijd vervelend blijven doen? Ik heb ruzie met mijn muis, jongen, vandaag. Oké. Dit spotje eruit. Hè? Oh, er zitten er twee. En dan pakken we diezelfde lamp van hier. Of wat heb ik in de wc hangen? Oh, daar heb ik weer allemaal een lampje vergeten. Hoppatee. Ik weet dat deze ook in een andere kleur komt. Kijk, ik noem maar blauw. Zo. Waar is de... Oh, daar. Ik denk, waar is dus de badkamer heen? Ik heb sowieso nog wel één dingetje die ik weet die ik kan neerzetten. Niet die. Waarom draai je niet? Wat is dit? Oh, ja, oké. Zo. So. Nou, ik ben eigenlijk wel blij met de badkamer zo. Even weer opslaan. Nog een hoekje over in de Sims, zet er een plant neer. Gelukkig zijn het altijd levende planten, want in de Sims hoef je ze geen water te geven. Nee, dat zou echt ook ideaal voor mij zijn. Ik en planten is echt geen goede combi. Oké, we gaan hier even kijken voor de gang. Die vind ik te chic. Die past niet. Ik ga heel vaak voor die. Maar dat is niet... Ja, dat past gewoon niet in het huis misschien. Nee, dat is ook niet. Het is meer iets voor buiten. Ook voor buiten. Ja, ik kan die wel proberen. Oké, daar ging iets mis. Ik twijfel. Ik weet het niet. Even eruit en er weer in. Want alles denkt hij dat het nieuw is. En het is helemaal niet zo.
Al die sterretjes, dat is zo irritant. Ja, dit is gewoon simpel. Laten we gewoon die doen dan. Zo. Waarom gaat die trap nou weer weg? Het hoort. Zo dan. Ik wil namelijk... Ach, kan dat niet omdat die trap daar staat? Serieus? Nee. Oké, we gaan toch nog hem zo dicht trekken. En dan gaan we die trap even weer terugplaatsen. Nee, dat mag niet. Stom. Ik wilde dit stukje hier weghalen. Dit is lelijk. En XO gaat er vandoor. Vond het een leuke stream. Nou, welkom. Ja, dankjewel dat je er was. En dankjewel voor het volgen. Welkom bij de community. Hoe zit het hier dan? Oh, dat heb je gewoon zo gelaten. Weet je, we gaan het lekker dan dicht maken. Waar is die trap nou weer heen? Hier is hier de andere hek. Zo. Nou, jongens. Oké, laat maar. Laat maar. Ik negeer het. Dit stukje hier bestaat niet. Misschien even je pagina vernieuwen, bloemetje. Soms is dat, doet dat de trick. We nemen deze even mee naar de gang. En boven in de gang. Oké. Okay. Vind ik het wel leuk om die dan ook nog mee te nemen. Zo. Hallo, klik, 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 klik. Ik ben het zo zat, jongens. Alles verdwijnt. Het doet vervelend. Oké. Okay. Nou, ik ga hem toch doortrekken, want ik vind het een beetje gek. Nee, ik ga hem ongedaan maken. Ik vind dat toch... Ja, ik vind het wel heel tof zo hier. Maar dan wil ik dat het doorloopt. En dat is hier natuurlijk niet. We laten het zo. Ik ga eens een keer leren mee leven. Niet zo perfectionistisch zijn. Ja, de kimpulgroet doet het. Woep woep. Oké, hier in de gang kunnen we wel een leuk kastje neerzetten. Er was er één die is nieuw. Voor mij nieuw, want ik heb hem nog nooit gebruikt. Niet die. Die andere. Valt die niet hieronder? Valt die onder oppervlakken? Ja, die zocht ik. Zo. Dit vind ik echt nou zo'n kastje voor in de gang. Oh, hij komt ook in allerlei kleurtjes. Oeh. Ja, top. Oké, die doen we. En dan hangen we er wel een spiegel boven. Dat vind ik wel... Voordat je weggaat, voordat je naar beneden loopt, even in de spiegel. En die is te groot. Die is te klein. Bloemetje moet gaan. Ja, je kan hem nog 24 uur gebruiken, de emote. Dus als je morgen nog streams gaat kijken, kan je hem ook gebruiken. Maar leuk dat je er was. Tot de volgende keer. Oeh, jeetje. Ja, zoiets denk ik dan maar, hè? Dan maar simpel. Floor gaat er ook vandoor. Slaap lekker. Tot de volgende keer. Du-du-du-du.
Heel leuk, maar niet echt landelijk. Zo. Schattig. Geen idee. Ja, wat heb ik hier nog aan boven? Een mand met handdoeken, want het past niet in mijn badkamer. Omdat ik nog geen plankjes heb. Want ik heb niks in mijn gang boven. Maar ik heb ook niet de ruimte daarvoor. En in mijn vorige huis had ik in mijn gang een kastje met cd's. Omdat ik er in de woonkamer geen plek meer van had. Maar dat was natuurlijk een appartement. Dus dan is je gang aan je woonkamer. En ja. Hier denk ik van, wat gaan we hier nog neerzetten? Ja, ik zou hier bijvoorbeeld wel nog zo'n bankje kunnen neerzetten. Dat is misschien wel leuk. Maar ik denk niet dat ik heel veel wil doen in de gang. We kunnen nog wel iets aan de muur. Dus of hier aan de muur. Of hier aan de muur. Maar ik denk niet dat ik de hele gang ga volstouwen met spulletjes. Epica, hier gaan 3 deuren en verder past er niks. Dat doe je met het plusje op je numeriek toetsenbord. Wat is nou echt zo'n simpel gangbankje? Een gangbankje. Hij is te groot, hè? Die is te strak. Ik twijfel over een bankje trouwens. Als ik zo zie hoe groot het allemaal is. Deze is ook heel tof. Ja, en waarom zou je daar een bankje neerzetten? Wat doen we met die ruimte hier? Ik weet het niet. Hebben we iets bij activiteit en vaardigheden of zo waarvan ik denk, oh, dat kunnen we daar neerzetten. Wat is dit? Een ruimtekachel? Nee. Een wasrek zou kunnen. Maar als je kijkt hoe groot de zolder nog is, dan kan je er ook gewoon een droger neerzetten. En we hebben ook nog een tuin. Ik weet dit echt niet. Ik we laten het even. Wie weet kom ik een andere keer erop. We zoeken even iets wat leuk is om hier op de muur te hangen. Wie weet komt er een... Nee, dat trouwens niet. Ik wou zeggen, wie weet komt er in de tussentijd nog een pakket uit met iets wat ik daar neer kan zetten. Maar de deadline is volgende week al, dus ik denk het niet. Dat ga ik niet halen. Perfect. Lekker abstract. Zo. Ik vind het zo kaal. Maar dat komt ook omdat ik altijd gewend ben om overal dingen neer te zetten. Maar dit is een gang. We laten het even zo. Ik wil nog wel het kantoortje doen. Zo'n... Dan hebben we de slaapkamer voor de ouders gedaan. Dan hebben we de badkamer gedaan. Dan hebben we een beginnetje gemaakt aan de gang. En dan gaan we hier doen we het kantoortje. En dan wordt dit in de toekomst een kinderkamer. En dan wil ik boven de tienerkamer maken met het washok erbij. We kunnen deze trouwens ook even meenemen naar boven het paaltjeshek. Zo, hier kan het dan wel. Hoppatee, ik kan je zo naar beneden kijken. We doen het even zo, wie weet pas ik het nog aan. Oké, het kantoortje. Daar wil ik in ieder geval een bureau. Dat je lekker aan het werk kan. Is ook lastig, want ik heb altijd mijn favoriete bureaus en daar moet ik nu een beetje van wegblijven. Dit zou een goede landelijk bureau kunnen zijn. Nee, die niet. Ook dit. Ook een heel echt zo'n ouderwetse. Komt hij ook een beetje in een wat frissere... Ik vind hem alleen zo donker, zo grauw. Die vind ik dan weer te ouderwets met dat filter op.
Die hoef ik ook niet. Dit is ook wel een optie. Ja, ik, weet je, dit is wel heel erg toepasselijk. Ja. Ik doe het gewoon, want ik kies altijd andere bureaus uit. Oh, kak, hij moest niet weg. Laat ik nou eens gewoon een keer dit soort dingen kiezen, wat ik anders normaal gesproken nooit zou kiezen. We zetten hem hier neer. Want dan heb je ook nog het raam, dat je toch nog een beetje naar buiten kan kijken. Zo. Even dat landelijke weer terug in. Nou, we gaan hier natuurlijk niet voor een fancy stoel. Kijk, een houten stoel. Ik kan hier nog een beetje oudpolliger eruit laten zien. Waar is mijn kleur? Daar. Nee. Dan maar wit. Dan maar wit. Laten we de hang meenemen. Nou, hierachter doen we natuurlijk een boekenkast. Even kijken. Ja. Deze zit wel lekker vol. Maar dit vind ik nou... Ja, op zich... Nou, weet je, het kan op zich wel. Want we hebben natuurlijk beneden ook... Want ik zat te denken, ja, het is eigenlijk te fris. Het is niet echt modern of zo. Maar het is wel niet iets wat je onder landelijk zou kunnen neerzetten. Maar als we een beetje zo kijken, ook naar de woonkamer en de keuken. Dan heb ik natuurlijk landelijke elementen met wat frisse elementen. En nou hebben we natuurlijk een hele... ouderwets bureau. En dan is het misschien wel mooi om dan een iets frissere kast neer te zetten. En hij staat lekker vol. Dat spreekt me aan. Bij deze. Ik kan natuurlijk ook weer voor een hele oud borgen gaan. Maar dat vind ik dan weer iets te. Dus we doen wel deze. Ja. En dan moeten we iets voor het raam hebben. Dat je toch nog privacy hebt als je dat wil. Gaan we dan voor zoiets. Nee. Die is ook zo plug. Die moet ik ook niet. Ah, ja, we kunnen ook gewoon voor simpele gordijnen gaan. Steeds ook even kijken. Blauw met groen. Geel met blauw. Oranje. Even denken hoor. Want we hebben hier geel-groen, blauwig, beneden ook geel-groen, blauwig. Dus dan is dit wel een goede combi. Dit ook. Dit is zachter, hè? Dat past meer bij de rest van de sfeer van het huis. We pakken deze wel. Zoveel met bladeren erop. Ik zal dan hier weer die bloemetjes terug laten komen. Ja, ik wil hem niet overal doen. Ja, we doen wel 2 om 2. Dus 2 muren met bloemetjes en 2 muren die. En dan gooi je nog even wat groene en blauwige elementen er ook weer in. Ze kunnen natuurlijk weer kijken naar dingen voor op de muur. Misschien is het dan ook wel voor leuk om dan een keer niet naar schilderijen en posters te kijken. Maar even weer bij muurdecoraties. Of er ook andere dingen zijn die aan de muur kan hangen wat niet per se een schilderij is. Maar wat wel heel goed past in een kantoortje. Je hebt bijvoorbeeld dit soort dingen. Dit vind ik wel heel goed passen. Ja, dan gaan we gewoon voor de eerste swatch. Oeh. Nee, ik weet niet. Waar zou ik die laten dan? Hierboven. Zo van daar heeft papa of mama gestudeerd. Of daar werkt papa of mama nu. Dat kan natuurlijk ook nog. Wat zie je nog meer? Dit is wel heel serieus, hè? Nee, die doen we niet. Die hoef ik niet. Dit zou ook nog kunnen, het familiebord. Maar het is een beetje gek om dat in het kantoortje te hangen. We hebben ook nog dit.
vind ik meer iets voor een tienerkamer dan voor een kantoortje. Qua de stijl die het heeft, zeg maar. Oh, een landkaart. Die is ook weer zo klein. Ja, je zou ook kunnen nadenken van, oh, mensen die nu aan het thuiswerken zijn, hè? Wat heb jij dan bij je kantoortje hangen? Kijk, ik kan niet thuiswerken. Dat is gewoon niet mogelijk in de kinderopvang. Ik zou er ook niet aan moeten denken, hoor. Om peuters hier in mijn huis te hebben. Met al die kabels en dingen hier die hier lopen. Streamlabs hebben nu al moeite met mijn webcam. Laat staan als de peuters hier losgaan. Oh, al je hele huis nog goed getrokken. Nee, die wil ik ook niet. Iemands eerste simdollar. Nou, die boven de deur. Ik wil iets voor boven de deur. Zo. Iemands eerste simdollar. Du, du, du. Du, du. Kijk, perfect. Nee, ook niet perfect. Want dit hang je niet op in je eigen kantoortje. Van die loodjes die je eraf kan trekken als je dan wil bellen, zeg maar, om een afspraak te maken. Dat is niet iets om je in je kantoor op te hangen. Wat is dit? Kan wel geinig zijn. Als die nou aan deze kant ophangen. Dan komt er weer een beetje iets terug. Omdat we dit natuurlijk ook in de slaapkamer hebben hangen. Welke, of het bed, zeg maar, is van ditzelfde spul. Ja, ik heb daar bruin gedaan, maar ik denk dat ik hier toch voor wit wil gaan. Zo, en dan weet ik nog niet wat we eronder gaan zetten. Oh, wat gaat ze doen, Epica? Voor werk. Wat gaat je vriendin doen voor werk? Echt zulke chill muziek. Het grappige is, al die nummers hebben allemaal een titel. En ik weet nooit welk liedje het is. Ik klik dat altijd aan en dan herken ik het wel meteen, maar... nee. Oeh, een sportshirt. Ja. Twee. Dan wil ik er twee. Vader is een sportfan. Of moeder kan natuurlijk ook. Even kijken. We hebben de blauw en groen. Dus iets met groen. Maar die heeft weer een blauwe frame. Waarom nou weer? Hier. Die heeft weer net een donkere... Scheidspel is het ook af en toe. Deze boven hebben allemaal dezelfde kleur frame. Die onder hebben allemaal... Nou, deze hebben allebei een donkere. Dus dan gaan we hier wel geel met groen. En dan pakken we dit blauwe van hier. Want dan hebben ze allebei donkerbruin. We hebben toch blauw met groen. Top. Oké, hier heb ik ook een prullenbak nodig. Dan jatten we die even uit de slaapkamer. Zo. Nee, geen bloemetjes. Geen bloemetjes. Die stippeltjes. Computer hebben we natuurlijk ook nodig. Dat is wel handig. Om in je kantoortje een computer te hebben. Wat is een beetje een... We gaan dan ook voor een hele ouderwetse. Zo'n dikke kast erachter. Nou ja, ik weet niet. Een dikke kast hoeft niet per se... Nou ja, deze ziet er wel ouderwets uit. Dan hebben we ook nog deze... Nee, we gaan wel voor zo eentje. We laten die wel staan. Ik vind het wel goed. Oh, dat vind ik ook al een idee. We halen die alvast weg. Om zo'n plafondventilator op te hangen. Voor die warme dagen dat je hard aan het werk bent. Ik neem die lamp weer mee. Vind ik wel tof. Die wil ik in... Zo. Top.
het wordt al wat. Het is alleen irritant dat ik nu een beetje je gezicht wordt belemmerd. Ja, laten we nog even kijken bij beelden. Want dit vind ik dan grappig. Hè? Dit is de subcategorie. We zitten dus in de categorie decoraties. En dan heb je subcategorie beelden. En wat vinden we? Dossiers. Zou ik niet echt, zeg maar, beelden noemen. Hup, dossiers. En ja. Meerdere dingen waarvan je denkt, is dit een beeld? We hebben hier bijvoorbeeld een first order kist. Een vintage mailblik vind ik dan niet bepaald een beeld. Hier, visitekaartjes. Kan die daarnaast? Past die wel? Oeh, yes. Die leggen we hier. Wat is dit? Nee. Ik hoef geen Star Wars gewoon. Ik zoek eigenlijk nog iets wat je op de grond kan zetten wat heel leuk hier staat. Dat daar ook een beetje aankleding is. Grafstenen. Ik kan altijd weer zo'n vaas neerzetten, maar dat wil ik dit keer niet doen. Oh. Dit zou kunnen. Maar ja, het komt dan eigenlijk wel weer onder de categorie planten. Ik vind dat zo'n categorie plant. Afdelingsmanager in het ziekenhuis. Oeh. Dat klinkt wel als een uitdagende baan. Wat voor afdeling? Of is dat privé? Ook zo'n ding. Want dit staat onder de categorie beelden. Het is een schilderskastje. Ik zou dit onder diverse zetten, maar ja. En dan vinden mensen het gek dat we nooit iets kunnen vinden in decoraties. Decoraties is altijd het meeste zoekwerk. En het komt ook omdat ze die dingen altijd heel vreemd hebben ingedeeld. Ik laat het denk ik even zo. Wie weet, want ik ga natuurlijk aan het einde... Oh ja, Sims logica. Aan het einde, als ik het huis helemaal klaar heb, dan wil ik nog een debug gaan aanzetten. En dan kijken of we nog hier en daar dingetjes kunnen opvullen. Dus ik denk dat ik dit wel even zo laat. Ik vind het wel goed. Ja. Nou, dan hebben we toch weer een deel van het huis ingericht. Ik... Stop nu wel met bouwen. Dus we hebben wel vorderingen gemaakt. We hebben dus een slaapkamer voor de ouders. Die vind ik echt heel tof. We hebben een badkamer hebben we gemaakt. Met wat we van de wc natuurlijk ook hebben meegenomen. En de gang is een klein beginnetje. Misschien laat ik het ook al zo. Dat kan ook nog. Misschien denk ik, nou ik krijg toch nog inspiratie. Misschien als we met Debug door nog een keer door het huis gaan. Dat ik dan ook nog op dingetjes tegenkom waarvan ik denk, oh dat is handig. En we hebben hier een kantoortje. Hoeft natuurlijk ook niet volgepropt te worden natuurlijk. Het kan ook gewoon zo zijn. Wie weet komt me nog met die bug iets tegen voor hier. Maar op zich vind ik hem ook wel goed zo. En dan als ik weer live ga. Ik weet nog niet wanneer dat is. Waarschijnlijk met Koningsdag. Dan komt hier natuurlijk nog een slaapkamer voor een kind. Dan wil ik boven nog een slaapkamer voor een tiener. Nou, dan doen we hier wel wasmachines en zo. En dan moet ik me gaan wagen aan de tuin. Ik en tuinen. Nou, voortuin kan natuurlijk altijd heel makkelijk. Hoeft niet super, super lastig. Ook als je dit ziet. Zoiets zou ik kunnen doen. Ik zou ook gewoon alles kunnen doen met tegels. Je zou ook gewoon alles met gras zo kunnen laten. En alleen zo'n stoepje. Achtertuin heb ik ook nog geen idee. Maar dat zien we dan wel. Maar ja, we zijn weer een stukje verder. Het huis is weer een stukje ingericht. We hebben drie kamers compleet klaar. We hebben de bovengang weer een beetje aangekleed. Dus tot zover de vorderingen. Vloerkleed voor het kantoor? Ja, ik weet niet. Hoeft niet altijd per se natuurlijk. Ik heb zelf nu hieronder geen vloerkleed namelijk bij dit bureau.
Dus voor nu laat ik hem wel even zo. Maar ik vind het al een leuke vorderingen. Ik ga hem even opslaan. Dat aanrechtblok wat beneden verdwenen is hier in de hoek. Dat doen we lekker helemaal als allerlaatst toevoegen. Want het spel is niet, niet helemaal lekker. Bedankt voor het kijken in ieder geval voor vandaag. En 30 april moet hij online op de galerij staan. Maar dat kan ik. Gewoon zelfvertrouwen, dat kan ik. Join me Discord, dan blijf je op de hoogte van wanneer ik live ga. Oude streams zijn ook terug te kijken op YouTube. Deze stream komt ooit op YouTube, maar het kan nog even een paar maanden duren. Want ik ben nog bezig om mijn achterstand in te halen. Bedankt voor het kijken, hè? Bedankt voor de subjes. Was zeker een topstream. Ik vond het ook gezellig, Esthertje. Dankjewel, Lian. Ja, tot een volgende keer. Dag.